Vooral dan 's nachts vraag ik me af of ik er iets toe doe. Dan wil ik ineens weten hoe lang voor altijd duurt. Brutaal, ik is klipbevok en in mijn klipveld is ik stoned. Op maandag schiep de mens zich een beeld van hemel en aarde. Hij keek me vrolijk aan en vroeg: hey, pas me in de pillen kleinen. Toen heb ik netjes ja geknikt en ben ik zo hard ik kon gaan rennen. En dan laten wij los om een stinkbommetje naar de flikken te gooien. De afwijking in het systeem, dat zijn wij, Jimmy. De afwijking, dat zijn wij. Voor mij is een optreden geslaagd als ik zelf eigenlijk voel dat ik mezelf heb geraakt. Dus het gaat niet zozeer over het publiek, het gaat wel over een connectie, maar op zich weet ik nooit wanneer ik iemand heb bereikt. Het klopt niet. Onze staatssecretaris voor asiel en migratie. Het klopt niet. De Middellandse Zee als massagraf. Zijn vader, familie van vissen, watergedaante met longen, net als jij. Kijk, schrijvers zijn rare wezens die leven in hokjes alleen. En van dit soort avonden, dan zien ze elkaar weer eens. Het strand was verlaten. Mijn broers waren doorzichtig. Ik zag het pad door ze heen. Daar zitten mensen. En dat zijn er nogal veel. En die hebben een hele bijzondere avond, als ze dat zo vinden. En dan hangt iets van hun spanning. En dat heeft wel wat. We reden in jouw nieuwe wagen. Jouw had zijn tweedehands. Ik onthoud natuurlijk niet al mijn optredens, maar deze weet ik nog wel. Want ik was natuurlijk een heel klein opdongertje, niemand kende me. Ja. Het is altijd hetzelfde hier, dames en heren. Daarom ben ik hier al 32 jaar niet geweest. Ik werd opeens weer gevraagd en ik vond het leuk natuurlijk, omdat ik het toen ook heel leuk vond. Dames en heren, 16 jaar na zijn poëziedebuut is er een nieuwe bundel van zijn hand verschenen. Stoppen met roken in 87 gedichten. Hier is een kerngezonde dichter, Dimitri Verhulst. Een gedicht is heel erg dwingend in mijn geval. Een gedicht moet ik echt schrijven. En dan zuip ik veel te veel koffie, rook ik veel te veel sigaretten, vermager ik dat het geen naam meer heeft. Het is iets fysieks, gedichten schrijven bij mij. De winters waren grijs als dweilen en de zomers korter dan de rokken. Het is niet omdat het lastig is dat het daarom niet leuk is. Ik vind het eigenlijk leuk wanneer het lastig wordt. Ben ik nog normaal, dokter? Ja, absoluut. Ik zal van je dromen in detail en daarna komen. Mijn vriendin las mijn nieuwe dichtbundel. Ik was een beetje bang en ik durfde het niet te goed vragen, maar ik deed het dan toch. Zeg, hoe vind je hem nu eigenlijk? En ze zei, hij is fantastisch, hij is ideaal om op wc te lezen. En ik bedoel dit als een compliment. Ik ga eraan denken bij mijn volgende bundel. Ik vind het een goede norm. Kan je dit lezen op de pot? Een nacht van poëzie is toch, ja, heeft status apart of zo. Dus ik vind het heel bijzonder dat ik hier mag staan. Ik ben heel blij mee. Maar maakt het voorlezen ook wel ietsje spannender, ja. De nacht van de poëzie. Het is fantastisch, hè? Die zaal met hoeveel mensen zitten hier eigenlijk? 2500 man voor gedichtjes. Onvoorstelbaar.